Hallo allemaal, wat superleuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Cindy en het is vandaag 2 december. Dat betekent dat eind van deze maand het nieuwe jaar begint. Oud en nieuw, kerst komt eraan en ja, noem maar op. Ik zie heel vaak video's van die Christmas vlogs en zo voorbij komen. En ik dacht, ja, oké, leuk. Ik denk alleen niet dat ik 31 dagen achter elkaar ga filmen. Nu hoef ik dus nog maar 30, want het is vandaag 2 december. Maar ja, lijkt het jullie leuk om deze video verder te kijken? Ja, doe dan nog vooral. Ik ga nu in ieder geval even mijn haar kammen en tanden poetsen, aankleden, dat soort dingen. En daarna ga ik even kijken wat we gaan eten. Ik hoop McDonald's. Ben? Nee. Gaan we McDonald's eten? Nee. Ik betaal. Nee. Ik denk het wel. Maar ja, wat ik jullie ga laten zien of wat ik ga filmen in deze video, dat weet ik nog niet. Ik weet ook nog niet echt wat we vandaag gaan doen. Ik weet sowieso dat we naar mijn moeder gaan, maar daar ga ik niet filmen. Want dat vindt zij niet zo fijn. Voor de rest, ja, het is heel fijn dat het december is. Nieuw jaar komt eraan, nieuwe wensen, nieuwe voornemens, dat soort dingen. En ja. Hebben jullie nog goede voornemens voor 2019? Laat het dan even weten. En ik weet niet wat Ben achter mij aan het doen is. Maar die is zich aan het verstoppen onder de deken of zo. Hoe dan ook. Voor sommigen die het nog niet wisten. 12 november ben ik jarig geweest. Ik heb deze super mooie ketting gehad. Van zijn oom en tante. En ik heb nog heel veel andere cadeautjes gehad. Maar dat ben ik vergeten te filmen, helaas. Sorry, mijn excuus daarvoor. Maar laten we dan nu echt beginnen met de video. Dus veel kijkplezier. Nou mensen, zoals jullie kunnen zien, ik ben aangekleed. Ik heb even een simpele outfit aangedaan. Een jongensbroek, vest en een shirt. Maar ik kom dus net beneden en kijk wat ik zie staan. Kerstboom! Dit is dus de kerstboom van mijn schoonouders. Ik zal hem even van die bij laten zien. Kijk. Maar ja. Dat noem ik natuurlijk geen kerstboom, maar omdat we hier 3 katten in huis hebben, is zo'n kerstboom wel handig. Hier, op tafel. Zo van die lampjes. En gisteravond toen we thuis kwamen, stonden er buitenlichtjes aan. Maar dat zal ik vanavond wel even laten zien, want dat zie je nu natuurlijk niet. Ik heb hier 1 eetspukkel. Oké. Ik ga nu mijn schoenen aantrekken. En ja, daarna gaan we even ergens wat eten. En we gaan naar mijn moeder. Dus. Doei. Muziek wel eraan. Mm-hmm. Mensen, ik heb mijn zin. We gaan naar de Mac. Op mijn kosten, maar ik had echt zin in de Mac vandaag. Maar we hebben een blaadje op het dak. Maar wij gaan dus nu naar de Mac. En ik ga Ben zijn muziek aan laten zetten. Want daar heeft hij zin in. Doei. Ben. Ik deed niks. Nu ben ik helemaal nat. Ik deed niks. Ja, mijn hele vest is nat. Gadver. Nou, we hebben dus een dakraam. En Ben, het regent. Doe dicht. Oh, heftig. Nou, goed begin van de dag. Je ziet het niet, hè? Oh, ja, maar nu voel ik geen druppels meer komen. Woep. Even. Zeg maar, doeg. Wacht even. Nee. Viesbeuk. Nee. Viesbeuk. Dan ben je ook een klier. Oeh, rot om de 3/4. Oh, nog een rondje. Oeh, omdat het 2 december is, 2 rondjes. Oh, ik word rijderig. Ben. Nee, rij 6 rondjes over de ronde. Derde afslag. Kijk, zie je dit? Oh, nee. Nee, Ben, je auto was als een vies. Oké. Ben's auto is van de achterkant echt zo smerig. Dat wil je gewoon niet weten. Moet je zo meteen in de buitenspiegel. En dan nu gaat hij weer door de bosjes rijden. Maar kijk, ik zou het hier aan. Zoals jullie net misschien konden horen en een klein beetje konden zien, reden we dus weer over een stukje zandgras ding. En daar houdt Ben van, want zijn auto is nu al een tijdje niet gewassen en die is enorm vies. Ik ga jullie dat zo meteen wel even laten zien, maar ja, dat zien jullie zo, want nu rijden we natuurlijk, dus dat kan ik nu niet. Nou, ik kan wel stoppen, hè? Ben! Niet doen. Wij zijn eerst onderweg naar de Mac. Zoals ik nu al misschien 10 keer heb gezegd. Hobbel.
Je had ook echt geen rekening met mij. Nee. Maar ik denk dat ik bij de Mac een Happy Meal neem. Wil jij ook wat? Nee hoor. Oh, nou, mag wel. Maar ja. Ik zie jullie zo bij de Mac. Mensen, ik heb mijn blije dood. Ik heb mijn eigen chicken nuggets. Mag ik hier? En ik heb een chili chicken. En een cheeseburger, maar we hebben één hamburger extra. Ja. Dit is je frietsaus. Het is weer eens niet goed gegaan bij deze McDonald's. Gaat het eigenlijk bijna nooit goed. Maar gratis hamburger. Dat is goed in mijn voordeel. Dat bedoel je? Ja. We hebben een gratis kijk, hamburger. Kijk, ik heb mijn chicken nuggets. Ben even Cindy, nuggets. Sorry, ik heb een ander chicky. Nou, ik heb een blije doos. Nou, wij gaan even eten. En ik zie jullie zo meteen weer. Nou mensen, wij hebben ons avontuur ook weer gehad. We hebben ons eten op. Mijn Happy Meal ligt trouwens nu op de ja, achterbank. Ja, Cindy dacht, ik gooi mezelf even onder met zoetzure saus. Want Ben zet altijd zijn zoetzure saus op het dashboard. In het dashboard, om het zo maar te noemen. Hier zo? En ja, gewoon hier. Op het randje. Maar hij ging ineens gas geven en zijn zoetzure saus was open. Dus ik zeg nog, kijk uit. En voordat ik het wist, zat ik helemaal onder de zoetzure saus. Dus dankjewel dat ik nu plak. Alsjeblieft. Gelukkig ben ik voorbereid en heb ik altijd babydoekjes in de auto liggen. Want Ben is net een grote baby. Ja, inderdaad. Maar ja, nu zijn mijn schoenen dus vies. Mijn broek is vies. Mijn benen zijn vies. Maar dat kan de pret niet drukken. Nou ja, pret. We gaan nu, naar oma. Opa ligt in het ziekenhuis. Maar we gaan even oma gezelschap houden. En dan gaan mijn ouders vanmiddag naar het ziekenhuis met hen. En dan ga ik met mijn moeder naar de buurvrouw kleren uitzoeken. Bekijken. Yay. Dus yay. Wij zijn nu bij oma en ik zie jullie later. Wij zijn bij oma. Wat zei u, oma? Dat malle ding bij mij, dat zat een hulp in de broekzak met de vier in de play. Oh. En oma heeft snoepjes. Ik heb een kraantje gestolen, oma. Dat is toch raar, jongen. Hé, Cindy? Nee! Jo? Het zit er niet in. Je bent raar. Het zit er niet in. Ja, ik ben buiten spelen! En we gaan nu lekker gommelen. Ja, joepie! Joepie! Nee. Jammer. Maar mijn stem staat er. Kijk, daar is mijn broertje. Hè? Die is ook aan het schommelen. Zwaaien! Joepie! Oh ja, ik ben trouwens mijn jas vergeten. Dus daarom ben ik zonder jas aan het schommelen. Zweet erg kipper. Maar het valt wel mee met hoe koud het is. Er staat alleen een beetje veel wind. Ja? Nou, wij zijn dus net in het ziekenhuis geweest. Ik heb een nieuwe jas gekregen. En daar ben ik heel blij mee. Dit komt in mijn YouTube video, hè? Ik heb een bril met fiets. Maar wij gaan weer naar huis. En ik ben blij met mijn nieuwe jas. Doei! Nou mensen, ik ben ondertussen weer thuis en ik ga nu lekker een warme douche pakken. Sorry dat het licht hier zo slecht is, maar er zijn een paar spotjes stuk hier. Kijk daar. Maar vonden jullie dit nou een leuke video dat ik zo'n blauw duimpje mag? Willen jullie vaker dat ik zo'n vlog maak? En misschien wel dat ik ga weekvloggen? Laat het dan even weten in de comments. En dan hoop ik jullie te zien bij een gloednieuwe video volgende week.